In deze video nog meer festival, nog meer vrienden uit Nederland op bezoek. Ondanks de hitte gaan we voor de zoveelste keer de stad in om het festival te bekijken. Zoeken we onze achterburen die een Airbnb aan boord blijken te hebben. Zien we hier dat we niet de enige zijn die echt staan te genieten. En eindigen we toevallig in ons favoriete straatje waar een geweldige band aan het spelen was. Het festival heeft twee programma's, het officiële on-programma en het onofficiële off-programma. Beide programmaboekjes zijn duimdik. Er zijn sowieso al heel veel theaters in de stad, maar speciaal voor dit festival worden er ook nog nieuwe theaters ingericht. Theaters tussen aanhalingstekens natuurlijk, want dat zijn gewoon woningen of zaaltjes die worden ingericht als theater. Alle activiteiten vinden plaats binnen de stadsmuren, dus dat is lekker overzichtelijk. En daar zijn ze dan. De camper pal naast de boot geparkeerd, gratis. Mooi in de stroom. Het is altijd leuk om vrienden uit Nederland te ontvangen. Grappig is hier dat Robert ons meteen gaat uitleggen dat de Romeinen de boogconstructie hebben uitgevonden. Door deze boogconstructies werden de gebouwen namelijk sterker. Ook zij waren verrast door de gemoedelijke sfeer in de stad. Best heel druk en toch heel relaxed. Isabelle en Alain lagen met hun boot achter ons. Zij verhuurden een kamer via Airbnb voor 90 euro per nacht. Nou, daar krijg je dan dit allemaal voor. Water in een boot. Wauw, een water in een boot. Water in een boot, boot. Natuurlijk, er moet even getoast worden. Om een uur of 12:01, dat vinden de Fransen gezellig. Ik geloof er wel, hè. Maar, Marjan ook... Oh! Wakame salade gemaakt, enoki paddenstoeltjes, Japanse tonijn en we hadden nog wat sushi-rijst. Dit noem je restjes? Ja, dat noem ik restjes. Dat zijn de restjes. Ik heb een blikken erbij. Het is 14 juillet, een nationale feestdag in Frankrijk. Helaas voor ons dit jaar zonder vuurwerk in Avignon. Dat komt door alle rellen die er zijn in grote steden. We hebben ook bijvoorbeeld veel militairen en politie op straat gezien, maar ik vind dat nooit zo erg. Het heeft in ieder geval de sfeer totaal niet bedorven. Hier komen we aan op het Place d'Horloge tegenover het stadhuis. Daar was een groot optreden gepland, maar niet helemaal onze smaak. Dit is de Rue de la République, de hoofdstraat van Avignon. We lopen erdoor en helemaal aan het einde zit de Ierse pub.
altijd leuk. Wat later besluiten we toch weer op zoek te gaan naar ons favoriete straatje. Ik ben de weg kwijt. Nadat Mia aan de weg kwijt was, heb ik toch weer Rue de Tenterier gevonden. Het straatje waar we ons allereerste biertje dronken toen we naar Avion aankwamen. En wat blijkt, er zat een band. En wat voor een. De band bleek Joggy Hopper te heten. Ze staan veel op YouTube. Een toetsenist, een hele goeie. Een contrabassist, altijd leuk. En ook een hele goeie. Een vrouwelijke gitariste die hartstikke goed bleek te kunnen zingen. En een hele aardige, maar soms iets te snelle drummer. Altijd leuk als het publiek enthousiast is. Is hij nou echt Frans aan het praten met die jongens? Oh, nou, uiteindelijk werd het weer een avond om niet te vergeten. Heel bijzonder. We hadden wel een beetje dorst de dag daarna. En wat bleek? De ijsblokjesmachine was stuk. Balen. Heb ik geen echt verstand van, maar toch maar even uit elkaar gehaald. Nadat die open was, heb ik de draadjes gevolgd waar ze naartoe liepen. Uiteindelijk kom ik in de deksel uit. Daar zitten de connectoren en ja hoor, daar zat een draadje los. Voor eventuele andere bootliefhebbers, het is echt een aanrader. Dit ding kost ongeveer 180 euro, neemt heel weinig stroom en we hebben hem achter onze eigen koelkast geplaatst. En met dit weer kun je eigenlijk niet zonder. Een Française die zei tegen mij, oh jeetje, wat is het hier druk met die fietsen, schandalig. Nou, is ze zeker nog nooit in Amsterdam geweest. We nemen afscheid van buurman Daniel. Hij heeft ons verteld over Frioul, een eilandengroepje vlak voor de kust van Marseille. We hebben besloten om bij Port Saint-Louis straks de Middellandse Zee op te gaan en dan daar even te gaan kijken. Oh, we gaan nooit meer de venders voor de uitlaat laten hangen hoor.